Ouders van studenten van de universiteit kunnen goedkoop overnachten in de stad. Hiervoor heeft de universiteit een logeerpas in het leven geroepen. Met deze pas kunnen de ouders met korting overnachten in een van de drie hotels die meedoen aan het project. De hotels hopen zo ouders van studenten te verleiden tot een weekendje Groningen. Bij een ongeluk op de Prinsessenweg zijn vanmorgen twee gewonden gevallen. De auto waarin het tweetal zat reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Eerst werd gedacht dat de inzittenden bekneld zaten. Daarom werden de brandweer en het traumateam ingeschakeld. De beknelling leek echter mee te vallen. De slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Aspirantleden van studentenvereniging Vindicat hebben vandaag de handen uit de mouwen gestoken om de stad schoon te maken. Een paar honderd eerstejaars trokken hiervoor naar de Oosterparkwijk. Voordat ze met hun werkhandschoenen en vuilniszakken de wijk introkken, werden ze toegesproken door wethouder Jannie Visser. De studenten zongen daarna het Grunnens Lied. Het schoonmaken van de stad is al een paar jaar een vast onderdeel van de introductie van de studentenvereniging aan de Grote Markt. We gingen vroeger eerst altijd als sociaal project naar de Mitielschool voor geestelijk gehandicapte kinderen, waar we de kinderen een dag gingen vermaken. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer, dus toen hebben we een ander project gezocht. En dat is het schoonmaken van de stad geworden.